paar stellingen op papier laten zetten. En deze willen we graag aan jullie even voorleggen. We beginnen makkelijk. Leeuwarden of Sittard? Leeuwarden. Leeuwarden. Johan Cruijff of Louis van Gaal? Als voetballer Johan Cruijff, maar als trainer van Gaal. Johan Cruijff. Dat is toch meer jouw tijd ook natuurlijk. dank je. Nee, ik heb, onder, Louis, ouder, ik heb onder Louis gewerkt, dus het is een moeilijke. Maar ik vind dat Johan echt het voetbal van Nederland een beetje op de kaart heeft gezet. Dus vandaar Johan Cruijff. In dezelfde categorie, Pep Guardiola of Jurgen Klopp? Guardiola. Ik ook Guardiola, al vind ik wel dat hij ook wel steeds meer gekke dingen langs de lijn gaat doen. Maar als je van één elftal kan genieten, dan is het wel van het elftal van Guardiola, vind ik. Mooi. Nou we toch bezig zijn, Ronaldo of Messi? Messi. Messi. Ook naar Nederland-Argentinië? Ja, mij ook vooral na hoe Ronaldo weggegaan is bij United. Dat heeft mij ook wel die kant naar beneden geduwd. Want het talent van Messi, ja, het genieten daarvan is altijd extreem. Maar ook wel het meer moeten werken ervoor van Ronaldo vond ik ook wel iets hebben. Maar juist hoe hij weggegaan is bij United heeft dat wel helemaal weggeduwd. En ja, de discussie wie de beste is, is voor mij toch echt wel Messi dan. Nu is er ook veel discussie geweest over de afgelopen weken. Of tijdens de afgelopen weken, of jullie liever 5-3-2 of 4-3 spelen. Is er per definitie 5-3-2 een verdedigend systeem of staat het los van elkaar? Ja, dat is een beetje de Van Gaal discussie ook over hoe je het noemt. Hè. Als je echt met 5 verdedigers gaat spelen, ja, dan heb je echt 5 mensen achterin staan. Maar als je dat 3-5-2 gaat noemen of zelfs 3-4-3 en je zit aan de kant een Dirk Kuyt, die heeft daar gespeeld bij Oranje, dan wordt het heel anders. Dus ik denk niet dat per se iets aanvallend of verdedigender is. Maar kies je voor 5 pure verdedigers die alleen maar achterin gaan staan, dan wordt het wel snel verdedigende. Ja. En hangt dat voor jullie ook nog af van waar je staat op de ranglijst? Nou, wel welke spelers je opstelt en ook welke afweging je daarin maakt. Maar ik denk dat ook genoeg ploegen zijn die met 5-3-2 bovenin spelen. Het heeft wel een soort vieze smaak altijd van verdedigend en reactief. Nou, dat laatste klopt denk ik ook wel. Het is vaak een systeem waarin je meer gaat reageren dan zelf heel goed aan de bal kan zijn. Maar het is niet zo zwart-wit als mensen altijd graag willen zien. Dat het een altijd verdedigend is en het ander altijd aanvallend. Want 4-3 kan je ook heel verdedigend spelen. Kijk naar Dick Schreuder bij PEC Zwolle. Die is erin gekomen zeg maar, toen ze heel laag stonden, daarom werd hij trainer. Die is gelijk volle bak overal druk vooruit tot de achterlijn van de tegenstander. Ja, die speelde dan overal 1-1. Op 1, ja. Achterin uit. Dus dat is in ieder geval niet verdedigend. Of het handig is, is een tweede, maar het is niet verdedigend. Ja. En dan 10e worden met slecht voetbal of 15e met goed voetbal? Nou, voor nu tel ik allebei. Want handhaven is, ja, als je in de winter stopt op een plek staat die degradatie betekent, dan is linksom, rechtsom, 15e, wat dan ook, maakt niet uit. Maar ik denk dat van 17 naar 10e toe met slecht voetbal bijna niet kan. Dan moet je dingen echt wel goed doen. Dus het zal misschien niet altijd even mooi zijn. Maar als wij het zo kunnen draaien dat je van 17 naar 10 gaat, ja, dan zit er voor mij zoveel moois bij dat het meer dan genoeg is. Ik denk ook dat je stelling niet klopt. Als Cambuur word je geen 10e met slecht voetbal, denk ik. Daar geloof ik niet in. Ajax wel, maar Cambuur niet, denk ik. Nee, dat zit ook wel wat in, natuurlijk. Klopt. Welke speler of trainer waar je mee hebt gewerkt, heeft het meeste indruk gemaakt? Er zijn mij 2 trainers geweest die mij echt gevormd hebben. Dat is Robbie geweest en Erik ten Hag. Allebei op een hele eigen manier. Andere trainers, andere mensen, maar allebei een extreem grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Dus. Het zijn echt die 2 geweest. Bij mijn Van Gaal als trainer en Rijkaard als speler. Oh ja. En ook omdat hij ook daarin een tacticus was? Van Gaal omdat hij gewoon een hele goede als speler is. Dat de beste trainer die ik heb meegemaakt. En ik denk dat heel veel spelers dat zullen zeggen. En Rijkaard omdat hij de combinatie was van een hele goede voetballer. Die heel allround was en heel veel dingen heel goed kon. En daarnaast een geweldig leuk mens, een mooi mens was. Dus die combi. Ik bedoel, meer goede spelers naast me gehad en voor me gehad. Maar de combi die Rijkaard had, die vond ik vrij uniek. Ik denk dat deze meer voor jou is, George. In welke competitie zou je ooit nog eens
liever trainer willen zijn? In de Premier League of in La Liga? La Liga. Ja, de Premier League is natuurlijk altijd wel de topcompetitie waar voor je gevoel 6 teams kampioen kunnen worden. Je speelt 6 keer per week een wedstrijd. Je hebt 4 bekers. Dus ja, qua voetbal een fantastische beleving. Maar het hele leven, ja, daar kies ik wel voor Spanje. En dan weet ik dus zeker dat hij ook het leuk vindt. Kijk, hier zwembadje achter je, weet je. Ja. In de winter. Ja. Maar allebei natuurlijk fantastisch, dat staat vast. Want allebei ook echte voetbalcompetities. Engeland ook steeds minder het lange ballen en we rennen er gewoon af verhaal. Ook met teams die echt gaan voetballen, variatie in systemen. Veel niet-Engelse spelers. Nou, ja. Meer dan alleen het voetballeven dan. En elke dag in de zon op het veld staan is ook wel heel lekker. Kan ik me voorstellen, ja. Een andere bekende discussie in het voetbal. Voor altijd natuurgras of gaat kunstgras ooit nog terugkomen? Nou, ik vind kunstgras geweldig voor amateurvoetbal. Ik denk clubs met weinig ruimte kunnen op zo'n kunstgrasveld zoveel kinderen laten spelen. Ik weet nog zelf vroeger, als je dan kind was, ging het regenen, was je bang dat het werd afgelast. Of er lag er weer een laagje, een platje in een hoekje. Er was weer een consul, die kon dan voor iedereen de zaterdag verpesten, omdat hij zei dat het veld slecht was. Dus kunstgras is denk ik geweldig, maar absoluut niet voor betaald voetbal. En ik hoop dat dat ook nu weggaat en wegblijft. Want hoe goed het ook zal worden, een goed grasveld is altijd beter dan een goed kunstgrasveld. En waarom? Ja, dat denk ik alleen al voor het lichaam. Als je ook kijkt bij onze spelersgroep, de klachten die een lichaam geeft met elke keer die harde ondergrond. Het spelen, dat kan Robbie meer, maar het lijkt ook veel fijner op gras. Dat hoort nu al van spelers. We zijn nu 2 dagen. We zijn gewend aan ons kunstgrasveld. Maar alsnog is spelen op gras gewoon veel fijner, veel lekkerder dan alles wat nep is. Dus geweldige uitvinding. Vooral niet wegdoen, maar wel weghouden uit betaald voetbal wat mij betreft. En ik denk voor jou, Robbie, dat het al helemaal gras is. Ja, voor mij is het ook gras. Al ben ik het wel volledig. En we zijn nu in Spanje en ik heb hier ook een tijdje gewoond. En mijn zoontje werd toen 4 en die ging op voetballen. En dan beginnen ze gewoon zeg maar op het asfalt, op een handbalveldje. Hè, zaalvoetbal, handbal, afmetingen. En als ze wat groter worden, dan gaan ze naar een iets groter veldje. Maar nog steeds geen gras. Maar uiteindelijk horen de professionals horen gewoon op gras te voetballen. Ja. Dan een hele andere vraag over meer richting de media. Is dit, wat kijk je het vaakst? Studio Voetbal, Rondo of Vandaag Insight? Ja, als ik één moet noemen, Studio Voetbal. Maar ook nog weinig. Nee, meestal die voetbalprogramma's laat ik redelijk voorbij gaan. Maar als ik eentje moet kiezen, dan is dat wel Studio Voetbal op de zondagavond. Ja, precies. Ik heb lang leven de liefde. Kijk, even los van het voetbal. Nee, maar ik ben niet zo. Ik vind die... al die dat gauw over de voetbal, dat is, mijn ding is het niet in ieder geval. Nee. Meer doen en minder over lullen? Nee, maar ik vind het prima, weet je. Kijk, daar kijken mensen zat naar, dus er is niks tegen, zo bedoel ik het niet. Maar ik ga er allemaal niet naar zitten kijken. Nee. Hoe kijk je dan verder naar die praatprogramma's en podcasts tegenwoordig? Ja, ik vind het helemaal goed. Ja, weet je, het gaat mij erom dat mensen het leuk vinden. En de mensen die het doen, vinden het waarschijnlijk leuk. En de mensen die kijken en luisteren, die doen dat niet voor niks. Dus die vinden het ook leuk. Ja, ik vind het prima, maar ik heb er niet zoveel mee. Ja, je vaak kijken wij per week. Een tegenstander kijk je wedstrijd 4 van. Ja. Je eigen wedstrijd kijk je al 2 keer terug. Zie je live is 3, dan zit je op 8. En dan ga je nog een keer spelen misschien. Ja, je ziet al 10 wedstrijden. Je bent zoveel bezig met voetbal. Dat vaak als ik dan thuis kom, dat ik niet denk, nou, ik ga nog eens een keertje luisteren. Wat andere mensen van voetbal vinden. Maar wordt als er een leuke podcast is, of bij de Core Podcast, La Ted van Leeuwen. Dan denk ik, ja, dat is leuk. Iemand die je kent. Dan ga ik daar bewust voor zitten. Maar gewoon televisie aangooien en hopen dat het leuk wordt met zo'n programma. Dan heb ik wel liever een serie of een leuk boek. Om ook even wat anders te doen dan voetballen. Ja, begrijpelijk. En hoe vinden jullie het verder hier tot nog toe? Een dagje nu inmiddels hier aanwezig? Ja, kijk, het is hier niet 30 graden zon. Dat is best lekker, want anders ga je moeilijk trainen. Maar net als ik even het app met iemand in Nederland, die stuurde een foto met min 7 erop. Ja, dan besef je nog veel beter hoe lekker het is om hier te zijn. Want dat je in de kou op een heel hard, half bevroren veld. Ja, dan besef je des te beter hoe luxe het is dat je hier gewoon lekker kan trainen. Ik zit hier in mijn korte broek. Ja, dan is het heel fijn om even weg te zijn. En voor ons een mooie kans om de groep nog beter te leren kennen. Want we zijn er pas 2 weken. Het voelt voor mij al wel veel langer. Maar juist in zo'n week heb je heel veel tijd om jongens, stafleden wat langer te spreken. In een andere sfeer te spreken, dus is ja, die indruk, een mooie nuttige week. Is die indruk nu ook anders voor jullie dan eerst? Nee, eigenlijk het beeld dat ik van tevoren had, is met name bevestigd. Een groep met geweldige gasten, waarmee je heel goed en fijn kan werken.
leuke staf, goede ondersteuning eromheen van directie, RVC. En eigenlijk, het is saai om te zeggen, maar al die leuke dingen zijn gewoon bevestigd. Ja, en hoe ziet deze week er verder nog uit voor jullie? Overleggen, trainen, een goede wedstrijd spelen. Hopelijk nog steeds twee, maar ja, zover zijn we nog niet. En dan met z'n allen weer terug. Maar vooral met z'n allen verder bouwen met waar we mee bezig zijn. Hè? Dat is belangrijk. En ja, voor mij persoonlijk jongens nog beter leren kennen dan ik nu in deze twee weken en twee dagen gedaan heb. Dus ook veel praten naast de training met elkaar? Losse gesprekjes? Ja, ja, sowieso als trainer probeer ik iedereen te spreken, maar de groepen zijn tegenwoordig veel te groot daarvoor. Dus in de hele staf heeft iedereen daar ook een groepje in, waar ze kunnen zitten. En daar heb je ook zo'n dag de tijd voor. Dan ga je een keer voor of na het eten gaan zitten. Je kan een moment pakken bij een lunch. Terwijl normaal is het toch trainen, eten, trainen, naar huis. Ja, nu heb je daar echt lekker de tijd voor. Dan kan je ook ontspannen zitten, want niemand wil graag naar huis toe. Maar je bent niet onder tot met zaterdagavond. Ja, ja. En de oefenwedstrijd zal tegen Lille zijn. Wat verwachten jullie daarvan? Nou, zometeen hoor ik als het goed is van Ruben, die de analyse aan het maken is, wat we kunnen verwachten van de spelers. Wat ik begreep, zijn er een paar internationals bij Lille die het niet mee zullen doen vanwege het WK. Maar ik verwacht wel dat Lille een hele behoorlijke tegenstander gaat zijn. Net als ik ook vond van Groningen en Heracles. Heracles is ook een hele goede ploeg, boven in de KKD. Ook weer gewonnen afgelopen speelronde. Nou, Groningen staat laag op de ranglijst, maar hebben een prima selectie. Dus ja, heel blij dat elke keer echt gemeten worden met goede tegenstanders. En Lille zal er zeker geen uitzondering in zijn. Nee. En ook nog natuurlijk is er ruimte voor ontspanning. Jullie gaan ook nog een padeltoernooitjes doen, hoorde ik. Ja, we hebben de teammanagers gevraagd om even met de groep te overleggen. Want ja, wij kunnen wel iets bedenken. Maar als zij denken, laat ons met rust. We vinden bowlen helemaal niet leuk. Nee. Ja, dan sta je ook een beetje voor niks op zo'n bowlingbaan. Dus in de groep was veel animo om te gaan padellen. Ook in de staf hoorde ik nog een paar die dat wel leuk vonden. Dus het is ook goed om op die manier even wat anders te doen. Nog steeds competitief, want ze zullen vast graag willen winnen. Maar een leuke manier om even een andere manier met elkaar bezig te zijn. Dus dat gaat morgenmiddag gebeuren. En competitief is het ook op het trainingsveld, zag ik trouwens. Met teams die tegen elkaar strijden. Hoe is dat om te zien nog extra? Ja, ja, heel belangrijk. Je kan leuk praten over mooie combinaties en over 20 passes naar elkaar toe. Maar uiteindelijk sta je 17e. Heb je nog 20 wedstrijden te gaan om minimaal 15e te worden. Dus zal je moeten gaan vechten, want het zal soms mooi kunnen. Maar het zal heel vaak ook beginnen. Bij hard werken, vechten, strijden. Samen vechten als team. En daarna misschien een keer mooi voetballen. Want je zegt, natuurlijk is altijd een beetje discussie van, is het mooi of resultaat? Maar als je 17e staat, zou het heel dom zijn om daarover te discussiëren. Want in het belang van heel de club, heel de stad denk ik, telt er maar één ding. Ja, erop weer Eredivisie spelen.